een selfie aan het maken, dan moet ik nog leren. Meneer Ritaar, ik ga even met u op de film. Oké. Okay. Ik vind het heel erg leuk dat ik u tegenkom hier. Wat hebben we handschoenen gedaan hier? Gaan we nou kennis maken? Nou, eventjes over de revolutie wat we nog even hebben. Ja? Nou, echt serieus. Ik heb opgeroepen in Nederland tot de revolutie. Ja? Ja, ik heb mijn Facebookpagina Burgerlijke Ongehoorzaamheid. En ik heb daar gevraagd voor 30.000 Nederlandse leeuwen om de regering te arresteren. Als zij de bankkartel hand boven het hoofd houden. Wat vindt u daarvan? Good luck. Doet u mee? Morgen 1 mei gaan we flyeren op de Grote Markt in Den Haag. En dan gaan we dus mensen zoeken die mee willen doen om Nederland weer voor de Nederlanders te maken. Nou, je zegt natuurlijk dat is onze zaak. Je kunt als Belgen natuurlijk niet echt achterstaan. De klassieke revolutionaire modellen hebben typisch niet problemen opgelost, maar een beetje gestart. Okay. Jammerlijk. Het is moeilijk. Ik denk dat waar je spreekt over een revolutie, van een bewustheidsrevolutie, is dat iets anders dan iemand. Nou, we willen ook graag geen geweld gebruiken. Maar zelfverdediging mag natuurlijk, maar we zijn niet van plan geweld te gebruiken. Maar een burgerarrest, als zij weerstand bieden tegen het arrest, dan mag je net als een politie, mag je gepast geweld gebruiken. Ja, oké. Okay. Alright. Oké. Okay. Mensen wakkers kunnen is een goed idee. In ieder geval krijgen we de media aandacht als we het doen, want we willen een paar punten toch wel eventjes op de agenda krijgen. Dank je. Yes? Dank je wel, meneer. Meneer Litaar, hier in België. De revolutie.